Oké, okay, Marco. Vandaag een soort van een verhoring. Andersom. afgelopen weekend ben ik de straat opgegaan. En heb ik mensen wat vragen gesteld. Tenminste, eigenlijk één hele duidelijke vraag. Ja. En het is, wat vind jij van de politie? En dan gaan we even naar kijken nu. Ik ben benieuwd. Vind je het spannend? Ja? Ja? Vooral leuk. De beste manier om erachter te komen wat de burgers vinden van de politie is door het ze gewoon te gaan vragen. Ik ben vandaag in Rotterdam met de vraag, wat vind jij van de politie? Ja, ik vind dat ze gewoon hun werk gewoon moeten doen. En de ervaring die ik heb gehad is gewoon normaal. Vroeger misschien anders. Was ik wat jonger en ja, dan ga je toch weer wat provoceren. En als jij de politie ziet op straat, wat is het eerste wat in je hoofd opkomt? Ja, ik hoop wel veiligheid. Want je zegt je hoopt veiligheid, maar heb je dat niet altijd dan een veilig gevoel? Ik heb het gevoel wel. Ik heb het gevoel, maar ja... Als je het hebt over racisme, discriminatie binnen de politie, dan denk ik dat daar binnen ook nog goed gesproken moet worden. En diversiteit, ik denk dat het wel heel erg belangrijk is daar. Wat vinden jullie van de politie? Ja, ik denk dat het sowieso wel goed zijn om misdaad te bestrijden en zo. Maar soms is het wel een beetje vervelend, je weet toch, etnisch profileren en zo. Ja. Als ik met mijn oom in de auto zit soms, en als hij een dikke bak heeft, gewoon zomaar aangehouden. Ja? Ja, vind ik niet zo nice, je weet toch. Ja. En dan gewoon onnodige vragen stellen. Zoals bijvoorbeeld, wat voor vragen stellen ze dan? Ja, hoe kom je aan die auto? Ja. Want wat voor werk doet je oom? Ja, hij handelt in auto's, dus meestal heeft hij... Ja, dan heb je een dikke bak. Ja, inderdaad, ja. Meestal doen ze wel alsof ze baas zijn van ons land. En dat kan gewoon niet, want het zijn ook gewoon mensen en wij ook. Dus eigenlijk zijn we gewoon gelijk en we moeten dan niet de baas gaan spelen. Wat vinden jullie van de politie? Fuck the scoto. Fuck the scoto. Oké. Okay. Dat kan, dat mag, ja, dat is jouw mening. En als jullie zeg maar politie zien lopen op straat, wat is het eerste wat in je hoofd opkomt? Fuck the scoto. Ja? Ja man. Maar waar komt die haat dan vandaan? Want dat snap ik dan soort van niet ofzo. Ervaringen denk ik, met andere mensen. En jullie zien waarschijnlijk ook filmpjes voorbij komen op Facebook en op YouTube en zo. Ja, klopt. Dat is wel gewoon, maar dus door die filmpjes heb je een bepaalde manier van denken over de politie eigenlijk? Ja, dat is ook zo. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb wel eens overlast veroorzaakt ergens. En dan komen ze helemaal al zo aangelopen alsof ze zeg maar de mannen zijn, maar dat zijn ze gewoon niet. Ze zijn gewoon allemaal sukkel. Eigenlijk. Wat vind jij van de politie? Politie is sowieso belangrijk, man. Ja, voor de veiligheid natuurlijk. Hè. Als er iets gebeurt, dan kan je de politie bellen natuurlijk. De politie moet er sowieso zijn, anders wordt het chaos hier in Nederland. Het is gewoon ambtenaar, hij doet gewoon zijn werk, weet je. Kijk, een neef van mij is ook politieagent. Dus ja, is ook gewoon een normale gast. En wat vind jij van de omgang met de burgers? Ja, als ik filmpjes kijk op YouTube, dan zie ik wel eens wat voorbij komen. Bijvoorbeeld laatst dat er was een filmpje dat er iemand in elkaar was geslagen. Dat vind ik niet normaal. Kijk, je kan het beter op een andere manier oplossen. Je kan niet met 5 man op iemand gaan inslaan natuurlijk, snap je? Dat is gewoon... Dat is niet ja, wat is dan die betere manier? Wat moeten ze doen? Ja, gewoon beter ingrijpen vind ik. Beter ingrijpen, zonder geweld, sowieso zonder geweld. En als iemand echt niet mee wil werken, dan moet er een nodige gebeuren, snap je? Als jij iets zou mogen veranderen binnen de politie, wat zou het dan zijn? Ja, gewoon dat ze minder snel gewoon die macht misbruiken, zeg maar. Dat is gewoon normaler met mensen omgaan. Wat vinden jullie van de politie? Kan beter. Dat ze meer de boeven vangen in plaats van... boetes voor verkeer uitgeven en zo. Nou, ze doen natuurlijk goede dingen en slechte dingen. Wat ik inderdaad vind is dat ze meer aan de echte zaken, in die grote zaken zeg maar, meer hun energie kunnen besteden dan aan allerlei hele kleine onbenulligheden waarvan ik denk van ja, hè, wat hou je dan met het echte werk bezig, dan los je misschien iets op. Wat vind jij van de politie? Ze zijn gewoon bullshit man, ik mag ze niet. Ze zijn gewoon bullshit. Oké, maar wat vind jij van de manier hoe de politie omgaat met de burgers? Wel goed, andere kant wel goed, andere kant ook niet. Ze sproeien zomaar pepperspray en zo in je gezicht. Heb je zelf ooit iets meegemaakt met de politie? Nee. Ooit wat gezien? Ja, dat wel. Wat dan bijvoorbeeld? Dat er wordt gestolen en zo en dan achtervolging met politiebusjes en zo alleen. Ja, maar dat is toch doodnormaal? Als er wordt gejat, dan is het toch normaal dat de politie erachter gaat? Hij wordt geschoten of zo en dan komt politie ook achter je aan en shit. Ja, dat is toch ook normaal? Ja, als iemand normaal loopt te schieten, dan ga je. Dat is toch normaal dat de politie komt? Ja. Als de politie er niet was, dan moet je bang zijn, denk ik. Ja, dat wel. Als jij politie ziet lopen op straat, was het eerst wat in je hoofd opkomt? Fucking. Ja, maar waar komt die haat vandaan? Ik weet niet. Ja, maar dat vind ik echt een heel zwak argument. Je kan niet zeg maar niet weten, maar je haat ze wel. Ze zetten je zomaar vast en shit, what the fuck? Ze zetten je zomaar vast? Jij bent zeg maar die je, hebben ze jou ooit zomaar vastgezet? Nee, niet mij, maar mijn neef en zo. Oh, je neef wel? Ja. Want wat had hij gedaan dan? Ik weet dat niet precies. Maar hij had wel wat gedaan? Ja, sowieso wat gedaan. Iets in de criminaliteit? Ja. En toen kwam hij vast te zitten? Ja. Dat is een hele doodnormale zaak. Ik snap het hele probleem niet. Wat vinden jullie van de politie? Hun doen gewoon hun werk, weet je. Iedereen doet zijn werk, hun ook. Hun verdienen ook aan zakcentjes. Als je gedraagt, gebeurt er niks. Wat vinden jullie van de omgang met de burgers? Kan wat beter, maar kan wat beter, ja. Dat is ook... Want wat zouden ze beter kunnen doen? Ja, hoe ze omgaan met buitenlanders. Dat zie ik wel af en toe in de media en zo. Maar ze kunnen wel beter omgaan met de buitenlanders. Gewoon meer allochtone collega's inzetten, weet je toch? Eentje is racist, eentje is geen racist. Eentje gedraagt als normaal, die andere weer niet, weet je. Gewoon aan die politie zelf. Nou, gaaf. Heel veel verschillende meningen. Ja.
Als je hier naar, je hebt er net naar gekeken, wat is het eerste wat in je hoofd opkomt? Heel veel mensen hebben een mening. Ja, hoop verschil in reacties. Ja. Positief, maar ook veel negatief. Mijn eerste reactie is dat ik zie dat veel mensen gewoon volgen. Net als die twee jongens, zeg maar. Hmm. Fuck the police, of ik weet niet precies wat ze zeiden. Ja. Weet je, die ene zegt het, die andere volgt. En zelf hebben ze totaal geen ervaring, gewoon persoonlijk, met de politie. Ik zie wel een verschil tussen leeftijd. Ik zie vooral de jongere mensen die je geïnterviewd hebt, die zeggen dat soort dingen. De oudere mensen die zeggen vooral van ja, ze doen ook wel, ze kunnen ook wel bepaalde dingen beter doen, maar die zijn toch wat genuanceerder in hun antwoord. En wat ik veel zie is dat veel mensen wel de politie waarderen. Mm-hmm. Je ziet ook mensen die beginnen al met aversie tegen de politie. Politie, fuck you, dit en dat, weet ik veel wat. Staan om zich heen te kijken naar vrienden, eigenlijk een soort goedkeuring van reageer ik wel. Aan de ene kant vind ik het wel jammer dat sommige mensen zo denken. Mm. Het is niet nodig, want ik denk altijd als mensen zo negatief erover denken, als ze zeggen ja, fuck de politie, dan denk ik van ja, wie ga je bellen als ze ons nodig hebben? Hoe denk je dan over ons? Ga je dan je mening bijstellen? Het is niet alleen maar dat wij bekeuring aan het schrijven zijn en negatieve dingen doen. Mening is gebaseerd, en je ziet het ook een aantal keer terug op eigen ervaringen van horen zeggen en dat soort dingen. En dat maakt het heel erg lastig om een beeld te vormen over een organisatie die tegelijkertijd heel erg open is. Ja. Maar waar ook bepaalde dingen gebeuren die absoluut niet naar buiten mogen. Privacy, weet je, dat soort dingen. Dus we kunnen niet alles vertellen over de zaken die we doen. En ik denk dat dat roept het bij me op. Ja. En mensen zeggen, weet je, joh, het is bullshit, het hoort dit, ze doen wel wat goed, maar dit en dit, weet je. Er is een hele, mensen hebben er een mening over. En wat het bij me oproept, is ook wel van, joh, je zou eens moeten weten hoe het er echt naartoe gaat. En je ziet ook veel meningen die eigenlijk nergens op gebaseerd zijn. Ja. Dus te horen van, en ja, wat logisch is, kijk, als jij een positieve ervaring hebt met de politie, dat ga je niet op internet zetten. Dus negatieve dingen, dat is veel makkelijker om te delen. Dat krijgt veel meer aandacht. En ja, dat is wat die mensen zien. En die gaan er dan vervolgens hun eigen mening bijstellen. En die nemen dat klakkeloos over. En hoe reageren mensen op straat op jou als kleurling in een politiepak? Nou, niet anders. Ja, sommigen hebben natuurlijk wel. Ik word wel uitgescholden voor zwarte, dat soort dingen. Maar dat zijn echt gewoon mensen. IQ van 0, want die zeggen zomaar wat. Ja. Jij doet wat verkeerd en dan wil je het op mijn bot vieren, terwijl ik gewoon hier mijn werk kom doen. Ja. Dus ik voer er niet zoveel bij, zeg maar. Het is niet van dat je gewoon op me af komt lopen en mij dan uitscheldt. Nee, mensen worden aangehouden, zijn dronken, ze hebben drugs gebruikt en dan gaan ze dat soort gekke dingen zeggen. Het meisje zegt ook van, ze houden zomaar iemand aan. Er wordt zomaar pepperspray in iemands gezicht gesproken. Had je verwacht dit te horen? Ik had een veel negatiever beeld verwacht. Ja? Eigenlijk, ja. Zeker wat er de laatste tijd in de media is. Hè. De discussies over etnisch profileren en die dingen allemaal. De aandacht die dat ook heeft gekregen. En ik denk dat wat mij heel erg goed doet, is als je dan naar buiten gaat en je vraagt het aan mensen, dat de reacties over het algemeen positief zijn. Nu kwam er ook een klein stukje over etnisch profileren in. Die jongen die met zijn oom in de auto zat en dan wordt staande gehouden omdat hij in een dikke bak rijdt. Wat vind je daarvan? Ik ben van mening dat het er zeker wel is. Ja. Ik herken mezelf er niet in. En ik vind het jammer dat sommige mensen bepaalde ervaringen hebben. Ja, dat is een extreme kwalijke zaak. Ja. Als dat gebeurt zoals hij zegt dat het gebeurd is. Ja. He, dus als je in de auto rijdt en je hebt een ander uiterlijk dan blank. Een andere huiskleur dan blank bijvoorbeeld. En dat je verdacht maakt. Mm. Om welke reden dan ook dat je in zo'n auto rijdt. Dat zou een extreme kwalijke zaak zijn. Mm. En dat is iets en wat ik in het hele gebeuren met etnisch profileren, wat mij daarin verbaast is van, ik zou mezelf niet aan kunnen kijken in de spiegel als ik iemand op zijn huiskleur alleen al aan de kant zou zetten. Maar er zijn politieagenten die het dan wel doen blijkbaar. Dat weet ik niet. Want wat is de reden? Wat is het verhaal wat je hoort? Kijk, iemand vertelt hier van mijn oom die wordt zomaar aan de kant gezet, maar is dat het hele verhaal? Ik kan me voorstellen als ik bijvoorbeeld een hele jonge gozer in een hele dure auto zie rijden. Ja. Kijk, ik probeer wel altijd na te denken. Het kan van een oom zijn, het kan gewoon zijn dat de jongen heeft gespaard, het kan zijn dat hij het heeft geleend. Maar het voldoet niet helemaal aan het straatbeeld. De meeste jonge mensen... Wat is het straatbeeld? Hoor. Nou ja, de gewone jonge kerel. Noem een jaar of 18, die rijdt niet in een Mercedes van een ton of weet ik veel wat. Ja. Denk ik. Ja. Dus dat is voor mij aanleiding om wat strakker te gaan denken. En dat kan gewoon, net wat ik zeg, kan een reden hebben. Maar er zijn steeds meer jongere gastjes die bijvoorbeeld voetballers zijn. Die verdienen hartstikke veel geld. Ja, klopt. Of zijn artiesten die verdienen ook hartstikke veel geld. Dat is te verklaren. En het lijkt net alsof zij een soort van een beetje de dupe zijn van de criminelen die bijvoorbeeld in dure auto's rijden of wat dan ook.
Ja, dat is misschien een probleem inderdaad. Je moet er ook wel goed over nadenken waarom je controle uitvoert inderdaad. Aan de andere kant, als je dat laat gaan, dan laat je misschien wel zaken gaan. Omdat je denkt van, nou ja, weet je, ik moet niet gaan controleren, want straks word ik beschuldigd van etnisch profileren. Dus er zitten voordelen aan de discussie, maar ook wel nadelen. Voordeel is dat het bespreekbaar wordt. Ik bedoel, mensen die echt etnisch geprofileerd worden, ja, die, dat is vervelend voor die mensen. Dat bedoel ik ook niet, dat moeten ze niet meemaken. Anderzijds merk ik nu op straat dagelijks dat als ik mensen staande hou of aanspreek, dat het eerste of een van de eerste dingen is die ik vaak te horen krijg. Ja, je zet me aan de kant omdat ik een kleurtje heb, of omdat ik zwart ben of omdat ik, nou ja, noem maar op. Ja. En dat is helemaal niet de reden. En dan leg ik uit, ik zeg, dat is niet de reden. Hier en hierom zet ik je aan de kant. Mm-hmm. Maar ik vind dat vervelend. Ik vind dat eigenlijk ik ook wel geprofileerd word op zo'n manier. Als er echt etnisch geprofileerd wordt, hè, iemand van Noord-Afrikaanse afkomst in een dikke auto, die rijdt rond in de stad en een agent die denkt, nou ja, dat is dus iemand die aan dat profiel voldoet, die zet ik daar alleen om aan de kant. Mm. Ja, dat mag niet. Dat is niet de bedoeling. Want je ziet het ook in jouw filmpje, er wordt gereageerd op de politie van horen zeggen, op, gebaseerd op meningen, op ik denk dat. Ja, ze doen zomaar dit en ze doen zomaar dat. Ja. Maar het systeem als zich zit goed in elkaar. Ja. Kijk, en dat er rotte appels in zitten en dat daar dingen fout in gaan. Ja, die gebeuren. Soms heel grof, soms heel erg. Alleen een fout in een fabriek betekent een orde die misloopt. Bij ons betekent een verschrikkelijke situatie.